Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is de dag van mijn leven. Het is eindelijk zover. Royalisten komt langs! Yes. Ben je al hyped? Ja, woe, man! Royalisten, yeah, woe! Jij zit al de hele week te zeggen, oh, ik wil echt wel even in die auto rijden. Ik wil even, jij wil erin rijden. Ik wil er wel voor naast, ik ben, ja, klopt. Ze zeggen het van, ja, klopt. Voor de mensen die zich afvragen, hoe is dit ooit tot stand gekomen? Nou, als volgt, we hadden in de Try Not To Love video gezegd. En die eer gaat zeggen, Roy, moet je kijken. Roy, kijk. Je hebt een vette bak gekocht. Ja, Roy, je hebt het goed gedaan. En wij hebben je merch gekocht, dus eigenlijk hebben wij 9. Eigenlijk mogen wij een keer rijden. Nodig ons uit voor een ritje in de R8, want wij hebben jouw merch gekocht. Dat hebben we op Instagram geplaatst. Bij 20.000 comments ga ik langs de R8 en nu komt hij langs in de R8. Mensen, ik heb een paar dingen voorbereid, maar voordat ik ga beginnen over wat ik heb voorbereid. Abonneer op mijn kanaal, 500k voor 2021 kan nog steeds, dat zou fantastisch zijn. Like ook deze video op als je meer vette vlogs wil zien. En ik heb een paar dingen voorbereid, ik heb kijkers vragen in laten sturen. En die vragen heb ik opgeschreven, nou eigenlijk heb ik zelf al die vragen opgeschreven, maar ik ga zeggen dat het kijkers vragen zijn. En ik heb heel leuk, een soort quiz. Zoals jullie weten zijn wij groot fan van het boek van Roy naar Royalistic. Dus heb ik 5 quotes, vette quotes uit het boek gepakt en 5 bullshit quotes. En dan ga ik kijken of hij kan raden welke bullshit is en welke echt. Enorm leuk! Nou, volgens mij hoor ik hem al. Volgens mij hoor ik hem al aankomen. En we hebben iets leuks. Wat? Ja. Is je nou de pen? Deze moet aan. Waarom doe jij hem niet aan? Omdat hij te groot is voor mij. Jij moet hem even aan als verrassing. Zet hem aan! Dat vind ik vast echt leuk. Dat vind ik echt leuk, denk ik. Het voelt net als kerst. Want? Nou, yeah! Hey, Matt, ik heb de quote van Royalistic opgeschreven. Ik vind het super spannend. Het is toch wel spannend, we hebben hem eigenlijk gewoon wel. Heb jij hem ooit al gezien? Jij hebt hem ook, ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb hem nog nooit gezien, voor mij. Oké, jongens, het leven is mooi. Geniet ervan. Wel of niet een Royalistic quote? Niet. Niet? Nee. Dat is goed. Ik weet dat allemaal. Ik weet dat, het boek heb ik al 10 keer gelezen. Als het plan niet werkt, verander het plan, maar nooit het doel. Wel of niet? Oh, dat is een quote. Ik denk het ook niet. Nee, opnieuw geen. Oké, volgende. Neem je dromen serieus. Ja, ook niet. Nee, ook niet? Nee, ik vind het niet. Nee. Opgeven is geen optie. Ja, dit is wel ja. Ja? Dat is zeker één. Denken, dromen, doelen, ja, durven, doen, worden. Ook. Dat ben ik zeker, ik zat net naast je die opschrijft. Ja. Dit geluid, jongen, what the fuck? Jezus Christus! Tering zie! Alles lekker? Ja, lekker met jou? Ja, goed man. Matt heeft een verrassing onder zijn jas aan. Oh ja, nee, ja. Oh, mijn herders! Wat gaaf! Dit vind ik goed! Zorg ik niks vies maak. Zo! Hoppa! Zit lekker hoor! Oh, what the fuck! Holy shit! Het lijkt wel een achtbaan gek. Tering zie! Dat had ik gedacht, jongen, dat wij nog een keer samen in de auto. Jongen, dit is de. Dit is toch gaaf? Dit is het duo wat iedereen heeft willen zien. Ja, dit is wel wat iedereen heeft gedaan. Oprecht. What the fuck, jongen. Jezus Christus, ik voel de maag, man. Ik ben aan kotsen. What the fuck? Nu zijn niet eens ergens, wat doen we? Ben je al staande, ouwe? Nee, nog niet! Wel, ja! Snap je dat nummer proberen te fixen? Ja, even een lekker nummertje. Ik weet niet waarom het niet werkt hoor, maar Ja, kut uit. Nee, geen leuke grap. Koen. Dit is goed hoor. Dit is wel de shit gewoon. Nu begon het allemaal. Dit wil denk ik iedereen. Ja, dit is hem! Dit is hem! Met een vingertje! Ja! Yes! Dat we dit doen. Ja, sowieso. Ik ga er heel goed op. Ja, ik ga er echt heel goed. Het moest ook wel. Want maar wij hebben elkaar ooit nog nooit gezien, toch? Nog nooit gezien, maar wel een keer samen Fortnite gedaan. Met de met Matt dan. Ja, maar dat was een drama. Maar wat een bak, jongen. Ja, thanks, man. Maar wat een diepe zijn. Ja. Jezus. Ik kan er niet letten op. Dit is wel lachen. Dat kan ook wel laten zien. Ik kan dit doen. Zo? Lady Driver. Nou, oprecht. Ja, legit, hè? Wat saai. Hier rechts, toch? Ja, hier rechts, ja. Wanneer je denkt van, nou, ik ben even klaar met het geluid, met die zieke herrie. Ja. Dan zet je gewoon je kleppen dicht, je zet hem in comfort en het is gewoon Daily Driver. What the fuck? En dan kan je actieradius misschien nog redelijk halen.
Nee. Ja, als er dan er staat nog 400 kilometer, kan je nog 200 meter rijden. Ja, in plaats van 15. Ja, precies dat. Oh, even luiden. Even raampje open, of niet? Dit is gekkigheid. Ook een V10+. Hé, hey, deze cameraman. Daar staat hij. Rij maar, jongen. Rij maar, jongen. Pak hem. Ja, het is wel een paleisje, hoor, waar jullie in wonen. Ja, het is wel lekker, hoor. En de zat, denk ik, met z'n allen zo. Ja, dat zeker. Kijk. Nou, hij staat. Lekker, thanks voor je ritje, man. Ja, geen probleem, gast. Ik heb genoten. 15.000 euro, jongen. Praat er nergens meer over. Laat je gewoon hier staan. Nee, neem je die mee. Waar zitten we dan? Ik heb quotes verzameld. Jij hebt quotes. Vanuit jou. Boek. Hoe vaak is dat boek verkocht, weet je dat? Vaker dan het King Alert boek? Vaak. Ja, ja, serieus vaak. Ik wil niet opscheppen of zo. Maar in de tijd dat ik hem toen net had gereleased, toen lag hij zowel in heel veel winkels lag hij. En online natuurlijk hadden we hem in de verkoop. Maar we willen cijfers horen. Hoe vaak is hij verkocht? Nee, ja. Ik wil 4000 keer. Zo! 4500. Ik weet ook hoe jij aan die auto komt. Oké, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. De echte royalistische quote. De allereerste. Het leven is mooi. Geniet ervan. Nee. Weet je het zeker? Ja, 100% zeker. 100%? Ja, 100%. Nou, dat klopt inderdaad. Dit was geen quote van. Nee, dat hoor ik mezelf niet zeggen. De volgende. Leven is kut. Nee. De volgende. Geld maakt niet gelukkig. Bullshit. Ja, staat in je boek, de ja het of nee. Het zou iets kunnen zijn wat ik zeg. Dat is een beetje hypocriet als ik een R8 koop en een appartement, weet ik van. Nee, ik zeg nee. Denk het niet. Dan heb ik verschrikkelijk slecht nieuws. Die staat erin. Echt waar? Ja, hij staat erin, zoek maar. Nee, nog niet opzoeken, want dan zie je de rest ook. Die staat er echt in. Opgeven is geen optie. Oh. Zo! Dat is wel iets wat ik zou kunnen zeggen. Staat in je boek? Ik denk het wel. Klopt. Ja, hè? Ja, oké. Oké, de volgende. Doe iets met passie. Of doe het niet. Ja, 100%. Nee. Die staat er niet. Nee? Nee. Echt niet? Gewoon voor iedereen geplukt. Oh, wijs man dan die dat zei. zeer wijs man. Ja. De volgende. Neem je dromen serieus. Nee, niet in die samenstelling. Iets anders heb ik gezegd. Als je echt in gelooft, kan je alles bereiken of zo. Zoiets heb ik gezegd. Kijk er niet bij staan. Nee. Maar inderdaad, neem je dromen serieus. Nee, zit er niet bij. Nee. De volgende. Kijk hoe zit dit. Denken, dromen, doelen, durven, doen, doorzetten. Wat? Denken, dromen, doelen, durven, doen, doorzetten. Maar letterlijk zoals je het nu opleest, ja, dus je hebt geen woorden eruit geknipt. Nee, ja, kom maar. Ja, dan sowieso niet. Ja, sowieso wel, moet je zien. Huh? Oh, die is erg, ouwe. Mag ik uitscheuren meenemen? Je zegt dat man dit weet, dat deed dan Roy zelf. Ja, dat is een man, maar die weet ze allemaal. Jullie hebben allemaal gelezen of zo. Ja, sowieso. Altijd herrust. Wat er ook gebeurt, laat je familie en vrienden nooit vallen. Dat is wel 100% iets wat ik kan zeggen. Maar staat in het boek? Ik denk het wel. Staat in. Ja, uitstekend. Goed gedaan. Nee, je bent er aardig doorheen gekomen, moet ik zeggen. Voor een boek van 3 jaar oud heb je het goed gedaan. Was dat hem alweer? Ja, dat was hem, ja. Maar ik heb nog kijkersvragen. Kijkersvragen? Ja. Ga je beloven dat je eerlijk antwoord geeft op elke kijkersvraag die je nu gaat stellen? Waar is de leugendetector? Oké. Als je moet kiezen, Edgar of Scoopy? Ja! Jezus! Ja! Dit is echt een kutvraag. Ja! Maar Edgar is meer aan mij gehecht. Die vindt mij helemaal top. De Scoopy en mag en die bijt mijn kabels niet door. Dus okay. Dat wel. Dus dan zou ik zeggen Edgar. Okay. Maar eigenlijk gewoon allebei. Dus eigenlijk rip Scoopy. Want dan komt de volgende vraag. Scoopy of je R8? Ja! Dit zijn kijkersvragen. Ja. R8. Ja? Ja, gast weet ik veel. Waarom? Wilde je Scoopy. Toch Scoopy. Waarom wilde je niet een kaarsje? Ik had er echt hella veel cash mee kunnen verdienen. Ja, dat denk ik ook. Ja, op dat moment had ik gewoon zoiets van nee, f*** jou. Ja, op zich kan ik het wel begrijpen. Ja, ik had zoiets van nee, f*** jou, gewoon heel eerlijk. Liever een lekker festival of een Fortnite win? 100% festival. Ja? Ja. Jij mist Fortnite het. Boeit me echt helemaal niet meer zo heel erg veel. Wow! Nee, echt niet. We hebben hier een Scoopy. Heb je mijn kanaal niet meer in de gaten gehouden? Jawel. Je hebt dat meer Among Us en... Ja, precies. Als je één meme zou kunnen terugdraaien, zou dat zijn Set Your Mind Free of... Die sowieso niet. Harris. Oh, ik had een andere optie verwacht. Wat had jij dan? Als je de optie had gegeven Set Your Mind Free of de Mam, je bent jarig. Mam, je bent jarig. Had ik die weggestreven. Ja? Mam, je bent jarig. Ja. Harris op zich niet zo heel erg. Maar die Mam, die jarig, staat dat nog steeds op je Insta? Nee, die is eraf. Oh. Die Harris, dat ja. Oké, ik was dus altijd wel veel te lachen en zo. En het was best wel grappig. Ja, het was best wel memeable. Ik snap het wel. Het was wel memeable, hè. Maar ja, datzelfde geintje wordt nu gedaan bij die ene andere vlogger. Heet die ook weer? Die Dong Dang. Ik weet niet. Dango. Ja, die guy. En daar hoor je niemand over. En dat vind ik dan toch wel weer altijd heel scherp. Die mensen zijn niet relevant, toch? Oh, die daarmee omgaan bedoel je? Ja, oké, dat is wel een ander verhaal dan.
Dat is dan toch wel een compliment. Dankjewel. Maar dan zou ik dus, als ik die tussen die twee moet kiezen, sowieso de Harris. Want die Year of Summer vind ik serieus echt goud. Okay, tegenwoordig vind ik hem echt goud. Ja, dat is leuk. Ik vond hem ook mooi. Ja, die blijft leuk. Dan weer een enorme kijkersvraag. Wanneer komt When the Sky Falls and You're Near uit? Ja. Wanneer komt die nou? Zou ik even een previewtje laten horen. Ja, en dan wil ik gelijk even weten, wat zien we eigenlijk? Want Shine the Light Up on My Fears, dachten wij. Maar... Shine the Light on My Fears. Fears! Niet fears! In deze versie is het ook beter. Oh. Ga je een klein stukje laten horen. Maar wanneer komt die uit? Ik ben nu bezig met verschillende hardstyle producenten. Ja. En we zijn nog even aan het kijken bij wie we, met wie we dat dus willen gaan maken. Maar er gaat dus een professionele hardstyle remix komen. En later zal dan de acoustic version komen. Ik zal een klein stukje laten horen. Ja. Dit is het stukje. Juist! Daar komt ie! Komt ie! Ze kennen het wel. Nou! Goed. The Face. Oh ja, fierce. Fierce. Nu hoor je wel fierce. Ja. Eerlijk, kom op. Even toegeven. Ja, maar hier, maar bij die vorige hoorde je echt fierce. Ja, dat is waar. Maar even toegeven wat hoor je. Ja, hier fierce. Hier hoor je fierce. Ja. Dat waren de kijkersvragen. Wil je de kijkers nog even bedanken? Als jou dat doen naar Edgar Scoopy. Ja, ik ook. Dankjewel. Leuk als Roy jou één vraag stelt die je eerlijk niet beantwoord hebt voor jou. Oh ja. Ja, heel leuk. Dan ga ik jou ook even één vraag stellen. Ja, is goed. Bij Slam. Bij Statements, had je gezegd dat je mij een Mogol vindt. Ja. Maar vind je me nou ook echt een Mogol? Nee, ik vind je dus geen Mogol, maar je doet soms wel Mogolische acties. Ja, dat is waar. Dat is maar het. Tegenwoordig niet meer zo, toch? Nee, wel veel minder, maar aan de ene kant wel jammer. Nou, weet je hoeveel views wij gehaald hebben door jou te memen? Ja. Nee, maar moet ik zeggen dat als hij had gezegd Dangdo, vind je dat een Mogol, had ik ook ja gezegd. Maar bij deze, Mogol of niet? Ja, nou moet je het zeggen ook. Moet je gewoon twijfelen, dat zeggen wij al genoeg van. Nee, je bent geen Mogol. Oké, holy shit. Mensen, Roy en ik, het is weer koekenij. Het is koekenij. Maar ja, eigenlijk is het voor mij nooit niet koekenij geweest. Nee, jou... mij ook niet. Maar ik heb wel gewoon een tijdje natuurlijk op het begin. Ja, had ik irritatie. Ik dacht van gast, ben je nou weer bezig? En weer en weer en weer. Dan krijg je het weer doorgestuurd. Mijn DM werd overspoeld en zo. Ik dacht, gast, what the fuck is dit? Maar hoe langer het duurde, hoe geinig ik het eigenlijk wel vond. Op een gegeven moment zag ik er zelf ook wel de humor ervan in. En ja, nu ga ik er zelf ook gewoon stuk om. En eind goed. Ik heb gelachen. Ik ook. Dankjewel. Jij bedankt. En succes met je PlayStation, die ik niet heb. Ja, dankjewel. Dames en jongens, meisjes, vanuit alle enthousiasme wat ik had, ben ik helemaal vergeten een outro op te nemen. Roy, dankjewel dat je hier was. Ik heb echt gelachen. Hopelijk vond je het leuk. Wil je dat ik meer ga vloggen met andere YouTubers? Laat achter in de comments en leuke kijkersvragen ga stellen. Ik heb het nog niet helemaal goed in beeld gebracht. Dacht ik, daarna kan ik beter ook mezelf kunnen filmen. Dat is een beetje het doel van vloggen. Maar ik ben aan het leren, mensen. Vond je dit leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. We gaan op met de 500k. En dan zie ik je bij de volgende video. De groeten. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. Nog reben, nee, ik hoef geen kartje. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest.